Galicia Koet. Finish je. Helemaal alleen. Solo. Sterke marathon, toch? Ja, als ik terugkijk op hoe zwaar het vandaag was. Ik laat zien dat ik over een sterke karakter beschik en over vechtmentaliteit. En ik merk eigenlijk na de eerste half marathon dat ik toch die marathon in Parijs nog in mijn benen heb. Ik zag jou heel snel weggaan, een beetje met de eerste groep. Ja. Was het plan om daar zo lang mogelijk bij te blijven? Ja, in het begin wilde ik op 2-7, sorry. In het begin wilde ik op 2-7-0-0 weg. En dat is gewoon de eerste 5 kilometer goed gelukt. En daarna ging het tempo wat langzamer. Ja, het was gewoon een heel zwaar marathon. Het was eigenlijk al vanaf het begin had ik gewoon een heel moeilijk moment gehad. Alleen individueel, het moet loodzwaar geweest zijn in dat tweede deel. Ja, het was echt op karakter. Het was ook een geweldig steun van mijn manager Dave Klink. Hij heeft mij gewoon echt goed onderweg gesteund. Hij heeft een paar keer mijn dochter geroepen, mijn vrouw, mijn familie. En ik krijg daar gewoon zo vleugels. Ik kan zo diep gaan op dat moment. Ik had het zo zwaar. Elke moment dacht ik, oh, dat is nog langer weg. Maar elke keer komt dat dochter, mijn vrouw in mijn gedachten. En dan kan ik weer echt in de wedstrijd terugkomen. Sterk karakter, Galit, want we zagen jou in Parijs struggelen. Ja. Ziek, maar wel die Olympische marathon uitlopen. Dat karakter heb je wel mee in de marathon, hè? Nooit opgeven. Nee, je moet nooit opgeven. Als je geen goede karakter hebt, dan kan je ook geen goede marathonloper worden. Je moet echt goede karakter hebben om echt een marathon te kunnen lopen. Jij bent al heel succesvol in de marathon geweest. Als je 2:07 loopt, ja, dan ben je natuurlijk een fantastische marathonloper. 2 keer Olympische Spelen gehaald. En nu heb je zoiets van, dat is het dan wel, maar ik wil nog wel presteren hier in de nationale marathons. Klopt toch? Ja, klopt. Internationaal is het voor mij echt gedaan. Want ik heb al gezegd, Parijs wordt mijn laatste internationaal. En ik wil de komende jaren, nog 3 jaartjes, 4 jaartjes, wil ik hier gewoon lekker in Nederland lopen. Zoals Amsterdam, andere marathons in Nederland. Ik wil ook nog genieten van deze marathons. En dan is het echt voor mij klaar. En dan wil ik het stokje doorgeven aan de jonge generatie. Heb je nog ambities om die tijd te verbeteren? 2:07, dat is natuurlijk echt heel snel, hè? Ja, zeker. Ik denk als ik nog een maand langer had na Parijs, denk ik dat ik vandaag weer in de buurt van mijn PR kunnen komen. Alleen maar het was gewoon te vroeg, 2 maanden na het spelen. Maar die ambitie heb je nog wel, dat je zegt van ik ga het echt nog een keer proberen om in Rotterdam of Amsterdam die tijd nog eens een keer te verbeteren. Ja, zeker. Dat is ook mijn plan van het komende jaar. Wil ik echt in die 2:06, 2:07. Ik weet dat dat heel lastig wordt, maar ik ga het proberen, wie weet. Wat van bij jou ook altijd wel bijzonder is om te noemen, in de voorbereiding nooit geen wedstrijden, alleen maar trainen. Ja. Alle focus op de marathon. Ja, en dat maakt mij nu ook een goede marathon. In die tijd liep ik voor de marathon te veel wedstrijden. En dat pakte niet goed uit. Nu heb ik een geweldige begeleiding. En ik loop nu minder wedstrijden en je ziet dat ik elke marathon bijna goed loop. Eigenlijk sinds 2021. Heb ik van mijn management veranderd, van mijn omgeving. En je ziet dat het alleen maar beter gaat. Je hebt alles weer in Marokko gedaan. Altijd op dezelfde plek, geloof ik, hè? Ja, altijd. Ja. Mijn vertrouwde omgeving. Ik bedoel, jij is mijn tweede land. 50 kilometer van mijn familie. Ik kan de Arabisch goed en mijn cultuur, het eten. En dus dichtbij. Waarom zou ik naar een ander land gaan, weet je? Dat is in Marokko kan doen. Dat is een plek waar jij helemaal je thuis voelt in de voorbereiding op de marathon. Ja, zeker, absoluut. Ja. Geniet, hoe sta je in het leven? Je bent gelukkig, hè? Ja, zeker. Je bent een mooie marathonloper. Ja. Je hebt al een klein gezinnetje, geloof ik, hè? Sorry? Je hebt al een klein gezinnetje. Ja, ik heb een geweldig, een prachtig, mooi gezinnetje. Ja. Dus alle dingen in het leven zitten mee. 38 jaar, succesvol in de marathon. Ja. En nu nog een paar keer schitteren in de nationale wedstrijden. Ja, dat is mijn doel van het komende jaar. Gewoon lekker genieten in Nederland. Lekker dit soort wedstrijden lopen. Vooral Amsterdam. Ik voel me hier zo gelukkig. Ik kan hier niet uitstappen. Al heb ik heb het vaak zwaar gehad. Maar ik ben hier nooit uitgestapt. Geniet, dankjewel. Ja, het gaat je goed en we gaan je vast nog zien in een paar hele mooie wedstrijden. Ja, bedankt.